Mafia, een podcast van Patrick Bernauwe. Deze aflevering is getiteld Het Spookhuis van Nîmes. Afleveringen van Mysterieus België zijn ook reclamevrij te beluisteren. En tegelijk kun je onze podcast een onmisbaar financieel steuntje in de rug geven. Door bijvoorbeeld een luisterboek aan te kopen via Luisterrijk, of nog beter, rechtstreeks bij ons. Stuur een mailtje naar luisterboek@inter-actief.be voor alle informatie of neem een kijkje in de show notes. Besefte dat ik onmogelijk nog op mijn passen terug kon keren, drong het ook tot me door dat ik een verschrikkelijke dwaas was geweest. Oké, spookhuizen bestonden uitsluitend in de verhitte verbeelding van een stuk of wat debiele bijgelovige zielen. En bijgevolg hoorden spoken ook alleen daar thuis. Maar dat was nog altijd geen geldig excuus om je te laten opsluiten in een huis dat je totaal onbekend was, omdat je nu eenmaal wilde doorgaan voor een stoere jongen. Het was een domme weddenschap geweest en daarmee basta. Misschien had dat gevoel van onbehagen ook veel te maken met de drukkende atmosfeer van die late namiddag in augustus. Er hing onweer in de lucht. Door het raam in de hal keek ik naar de vreemde, bijna doorschijnende duisternis daarbuiten, naar de grijsbruine wolken die het blauw van de lucht langzaam maar zeker verdreven. Hoewel het nog geen 7 uur was geworden, leek de schemering al ingetreden. Het spel van licht en schaduw deed de bomen op het grasperk voor het huis van de Baljuw er onwezenlijk uitzien, alsof ze alleen maar geschilderd waren op het doek van een gek geworden impressionistische meester. Een die zijn oor had afgesneden of zo. De beminnelijke suppoost liet de laatste bezoekers uit. Eustache Cerbère heette hij. Tijdens een vorig bezoek had ik nog een praatje met hem gemaakt. Hij had de vochtige ogen van een doghond en de uitstraling van een moderne kluizenaar. Liever dan zich in de rumoerige buitenwereld te wagen, zo stelde ik me voor, voerde hij urenlange gesprekken met de voorwerpen die hem omringden. Hij was de met magische krachten begiftigde bewaker van een eeuwenoud koningsgraf die de op goud en juwelen beluste grafschenners ver moest houden van de schatten van het verleden. Net voor 7 uur nam monsieur Cerbère de ouderwetse horloge aan de zilveren ketting uit zijn borstzak. Traag en met een zekere regelmaat liet hij de horloge heen en weer slingeren. Dames en heren, zei hij, het is 7 uur. Buiten mij was er alleen een ouder koppel aanwezig in het museum. Dat was ondergebracht in het huis van de Baljuw. Een ouder koppel en een hostes van de gemeente Nîmes. Theresa was haar naam en ik kende haar eveneens van mijn eerder bezoek. Haar aanwezigheid verzoende me min of meer met mijn aanwezigheid hier. Ik logeerde samen met een handvol vrienden in een jeugdherberg in Couvain, enkele kilometers verderop. Daar was ze na mijn eerste verkennende bezoek aan het huis van de Baljuw een paar keer in mijn dromen verschenen als een nimf van de nacht. Net als bij die gelegenheden droeg ze ook nu een leuk minirokje, sexy netkousen, een hagelwit blouseje. Om haar hals had ze een
zwart fluwelen bandje waarin een of ander juweel fonkelde. Op haar hoofd stond een charmant hoedje en voor de rest had ze gitzwarte haren en donkere ogen die gloeiden als kooltjes in haar knappe, bleke gezichtje. De suppoost zette zijn tocht verder. Hij bewoog zich net als zijn horloge slingerend voort, merkte ik. Net een schoothondje dat vriendelijk met zijn staart kwispelt terwijl het op je schoenen plast. Uit mijn ooghoek zag ik dat Theresa verveeld in een glanzende toeristische brochure bladerde die geheel gewijd was aan het huis van de Balieu. We hebben nu alles getoond wat er te tonen valt. Dames en heren, het is 7:00. Kijk naar de horloge aan de ketting. Het is de hoogste tijd. Straks, als ik 3 maal met de vingers knip. Ik was monsieur Cerbère gevolgd en stond nu achter hem, vlak bij een reusachtige antieke reiskoffer die ooit wel van de Balieu zou zijn geweest, wie dat dan ook wezen mocht, want ik had nergens de naam van dat heerschap gevonden. Terwijl de suppoost zich omdraaide om de hostes aan de uitgang te vervoegen, kroop ik in de koffer. Ik voelde mij daar als een welgekomen gast die zich gezellig in een gemakkelijke fauteuil had genesteld en wachtte. Waarop? Wist ik niet precies. Op het moment dat ik ontdekt zou worden? Of tot de volgende ochtend, wanneer ik omstreeks het openingsuur het huis van de Balieu zou verlaten, breed glimlachend omdat ik mijn weddenschap had gewonnen. Mijn vrienden zouden me opwachten op het grasperkje voor het huis van de Balieu. Zo hadden we het tenminste afgesproken. Binnenin was de koffer bekleed met fluweel. Ook dat had ik bij mijn eerste bezoek opgemerkt. Nee, ik was niet over 1 nacht ijs gegaan. Toen ik de uitdaging van mijn vrienden had aangenomen en besloten had de nacht door te brengen in het huis van de Balieu, had ik eerst een verkenningstocht ondernomen en daarna had ik mijn plan tot in de puntjes uitgewerkt. Als ik erin slaagde de suppoost en de hostes te verschalken en zodra ik in die koffer zat, kon er niks meer verkeerd lopen. Het was donker en stil, daar in die koffer. Om mij heen was alles in volmaakte rust gedompeld, in diepe duisternis. Ik wist niet of er een nachtwaker was aangesteld in het huis van de Balieu en daarom had ik voor alle zekerheid besloten in de koffer te blijven slapen. Het was een goede plek om de nacht door te brengen. Ik lag hier zo knusjes, zo warm. Al gauw was ik in een diepe slaap verzonken. Al gauw droomde ik van dat dorpje tussen Sambre en Maas, van Nîmes bij Couvain. Een zeer oud dorpje waar men nog sporen had gevonden van mensen die daar meer dan 15.000 jaar geleden hadden geleefd. Later woonde er, net als in de stripverhalen van Asterix, een stam van onoverwinnelijke Galliërs, Aduatiekers, die verbeten stand hielden tegen de Romeinen. En nog later werd er een klooster gebouwd dat gedurende een hele eeuw toebehoorde aan de beroemde abdij van Saint-Germain-des-Prés. Ik droomde van het beroemde spookhuis dat zich hier nu bevond, het huis van de Heer. Het huis van de Balieu. Het was opgetrokken in de 15e eeuw. Iedereen kon het gaan bezoeken, want bijna een halve eeuw geleden had men er een museum in ondergebracht. In het huis van de Balieu hadden in de loop der eeuwen de families Horne, de Martin en de Bayet gewoond. In de 17e eeuw
werd er een zekere dame Dumoustier vermoord in dit huis. Ja. En sindsdien vonden er eigenaardige verschijnselen plaats. Was het de geest van deze dame Dumoustier die ze veroorzaakte? Dame Dumoustier die er nog altijd rondspookte. Jarenlang geruchten de ronde over het huis van de Baljeu. Als men de houten trap besteeg of over de planken van de zoldervloer liep, dan was er soms een vreemd gekraak te horen. Nee, het was niet het soort kraken dat voortgebracht wordt door planken waar men overloopt. Dit soort kraken leek veel eer op het geluid dat wordt gemaakt als men iemand de schedel inslaat. En was het niet zo dat een inbreker, die door de jonge dame Dumoustier was verrast, haar de schedel had ingeslagen? Kritische geesten merkten op dat de inbreker, dame Dumoustier, inderdaad met een stomp voorwerp te lijf was gegaan, maar dat had niet haar dood veroorzaakt. Ze had zich heftig verweerd en toen had de razend geworden inbreker naar een vlijmscherp slagersmes gegrepen waarmee hij, zo beweerde men destijds, in één haal haar hoofd van haar romp had gescheiden. In de jaren 50 van de vorige eeuw, zo had ik gelezen in het boek Ongewoon en Mysterieus België, een uitgave van Reader's Digest, bewoonde de moeder van een gemeentebediende het gebouw. Op een goede avond trok ze naar de zolder om er het linnen op te hangen. Een jonge dame, gekleed volgens de mode van 300 jaar geleden, zweefde haar toen voorbij zonder het minste geluid te maken. Ze verdween in de trapgang. De geest werd daarna nog meerdere malen waargenomen, meestal op de zolder en in de trapgang, waar het destijds tot een dodelijke confrontatie was gekomen tussen dame Dumoustier en de naamloze inbreker. In de jaren 70 van de vorige eeuw werden er voetstappen gehoord op de zolder. Gedurende een tijdje kon men er elke avond weer getuige van zijn en op zo'n avond slaagde men er zelfs in met behulp van een apparaat met infrarode film een soort witte schaduw op een foto vast te leggen. Een lichtkegel van ongeveer 1,60 meter hoog, waarvan aard en oorsprong onbekend en onverklaarbaar waren. Deze vreemde fenomenen konden de autoriteiten er niet van weerhouden het huis van de Baljeu in 1977 te laten klasseren en het om te bouwen tot een museum. Dat was opgevat als een soort bloemlezing van het leven in Nîmes door de eeuwen heen. De bezoeker moest er als het ware een wandeling door de tijd kunnen maken van de prehistorie tot nu. Zo waren er in het huis van de Baljeu onder meer kelders met versterkte muren te zien, een wapenzaal met schietgaten, een oude oven, een privékapel met muurschilderingen en een typische keuken uit vroeger tijden met een enorm haardvuur.
En dat er nu veel mensen over de vloer kwamen, leek het spook allerminst af te schrikken. In 1980 gingen alle lampen in het huis van de Baljuw plotseling branden, zonder dat iemand ze aangeknipt had en terwijl de teller niet eens werkte. Bepaalde leidingen werkten zelfs zonder dat er zekeringen waren. In de winter was het museum gesloten bij gebrek aan centrale verwarming. Maar op kerstdag van het jaar 1985 had een van de beheerders van het museum alle lampen opnieuw zien oplichten. En dat terwijl er geen levende ziel in het huis van de Baljuw aanwezig was, voegden de dorpelingen van Nîmes er veelbetekenend aan toe, met de nadruk op die levende ziel. Sommigen fluisterden zelfs dat het spook het huis beschermde. Was het niet zo dat er in hetzelfde jaar 1985 ingebroken werd in het huis van de Baljuw en dat de inbrekers hals over kop het hazenpad kozen zonder ook maar iets mee te nemen? Logisch, zeiden de mensen van Nîmes. De jonge dame de Moustier heeft het niet zo voorzien op inbrekers, dat zult u wel begrijpen, niet waar? De hostess, Teresa, leek allerminst verrast toen ze mij uit de koffer zag kruipen. Een vaag gerucht, als van muizen op zolder, had me gewekt. En toen ik de ogen opende, kon ik nog net een glimp van haar opvangen, fijn van een stukje netkous. Als ik het uniform van een nachtwaker in het oog had gekregen, zouden de zaken er helemaal anders voor gestaan hebben. Maar nu meende ik dat het beter was mijn schuilplaats te verlaten. Teresa glimlachte verlegen. Ik wist wel dat u achtergebleven was, zei ze. Ik schonk haar op mijn beurt een glimlach, de meest schuldbewuste die ik in huis had. Die domme weddenschap ook, antwoordde ik. Ik heb met mijn vrienden gewed dat ik de nacht durfde door te brengen in het huis van de Baljuw en vandaar. Je hoeft je niet te verontschuldigen, zei Teresa. Zoiets brengt wat leven in de brouwerij en dat kun je hier in zo'n godvergeten gat wel gebruiken. Dan laat je mij niet arresteren wegens nachtelijke inbraak? Nee. Waarom ben jij dan eigenlijk achtergebleven? Vroeg ik. Opnieuw glimlachte Teresa, verlegen, omdat ik er zeker van wilde zijn dat je nergens mee aan de haal zou gaan, natuurlijk. Ah, daar geloofde ik geen sikkepit van. Maar waarom zou Teresa dan wel achtergebleven zijn? Omdat ze hier met mij samen wilde zijn? Omdat ik wat leven bracht in de brouwerij en ze dat in zo'n godvergeten gat wel kon gebruiken? Ondertussen vrees ik wel dat we hier vastzitten voor de rest van de nacht, ging Teresa verder. Monsieur Servère heeft alles afgesloten. Hij bewaart een stel dubbele sleutels in zijn kantoor, maar dat heeft hij ook op slot gedaan. Het ziet er dus naar uit dat we gewoon op de ochtend moeten wachten. Komt er dan geen nachtwaker? Ik ben de nachtwaakster.
zei Teresa. En zo brachten Teresa en ik samen de nacht door. Maar wat er daarbij allemaal gebeurde, kon ik mij later, vreemd genoeg, niet meer herinneren. Dat vond ik wel jammer. Ik wist alleen nog dat ik op zeker ogenblik in haar armen in slaap viel. En dat ik droomde van monsieur Serbert, die mijn handen en voeten ontwrichtte en scheef op mijn polsen en enkels zette, zodat ik niet langer meer achter de hostessen van monsieur Serbert aan kon zitten. En toen stopte de suppoost mij in de koffer van de balieu en deed die op slot. En door het sleutelgat kon ik zien hoe monsieur Serbert de sleutel achterloos weggooide. En ik huilde. Waar was Teresa? Zou zij ook gestraft worden? En moest ik hier in deze reiskoffer dan verhongeren en verdorsten, door iedereen vergeten? Ik voelde mij in mijn droom opnieuw een kleuter van een jaar of 5. Die was weggelopen van zijn vader en zijn moeder en nu was verdwaald in de grote vijandige stad. Ik werd opnieuw die kleuter van 5, alleen op een wereld die plotseling zo oneindeloos groot was geworden dat ik alleen maar kon huilen en huilen tot ik er onderbewusteloos van werd, misschien zelfs bijna dood. Ors. Zou mijn magere geraamte in de flarden van mijn half vergane kleren dan op zijn beurt door het huis van de baljuw gaan spoken? Ergens gromde een klok 7 maal. Was het al zo laat? Ik schrok wakker uit mijn lichte sluimer en uit mijn onrustige dromen en ik vond mij terug op een bankje tegen de muur, de armen voor de borst gekruist, even eenzaam en verlaten als de tristelaar uit mijn droom. Blijkbaar was ik hier op dit bankje ingedut en waar was Teresa? Teresa, zag ik, lag te maffen in de reiskoffer van de baljuw, waarvan ze het deksel had laten openstaan. Zoals ze daar lag, eveneens met de armen over de borst gekruist, leek ze wel opgebaard te liggen in een doodskist. Haar bleke huid stak scherp af tegen het zwart van haar haren en het fluwelen halsbandje. Dat was gesloten met een broche waarvan ik mij eerder die nacht had afgevraagd of het een echte diamanten broche was. Ik stond op en streelde haar wang om haar zachtjes wakker te maken. Geschrokken stelde ik vast dat haar huid ijskoud was. Had zij vannacht ook zo koud aangevoeld? Ik kon het mij niet voorstellen. Onwillekeurig raakte ik het hoedje aan dat ze nog steeds op het hoofd had en dat ik voorheen zo charmant had gevonden. Nu vond ik het alleen maar antiek. Ze had het de hele nacht opgehouden, meende ik mij te herinneren. Het hoedje
schoof van Theresa's hoofd. Het viel op haar borst en ik begon te gillen, want er zat een gapend rood gat in het hoofd van Theresa. En mijn gillen maakte haar niet wakker? Wel, leek het alsof de golven van geluid haar hoofd aan het trillen maakten. Het deed mij denken aan de legendes uit lang vervlogen tijden die hier in Nîmes ook verteld werden en waarin rotsen menselijke vormen konden aannemen en plotseling konden gaan spreken, gaan zingen of gewoon gaan trillen. De diamanten broche die het zwart fluwelen bandje om de hals van Theresa gesloten hield, sprong plotseling open. Ik gilde nog harder toen mijn oog viel op de bloedrode cirkel die om de hals van Theresa lag en die voordien bedekt was geweest door het fluwelen bandje. Het hield het afgehakte hoofd van Theresa nu niet meer op zijn plaats, zodat dit trillend van haar romp afrolde en in haar schoot tot stilstand kwam. Haar donker gloeiende ogen waren weer opengegaan en staarden mij beschuldigend aan. Ik zette het op een lopen en ik rende recht in de armen van monsieur Schemberg. In zijn ene hand hield de suppost de 17e-eeuwse kandelaar waarmee een inbreker ooit de jonge dame Thérèse du Moustier te lijf was gegaan. Er hingen nog wat plukjes gitzwart haar in de armen van de kandelaar. Met zijn andere hand zwaaide monsieur Cerbère met het slagersmes waarmee hij de jonge dame eeuwen geleden het hoofd had afgesneden. Het was niet alleen de geest van Thérèse de Moustier die nog rondspookte in het huis van de Balieu, flitste het door mij heen in de fractie van een seconde voordat het mij zwart werd voor de ogen. Het was ook de geest van haar moordenaar, Eustache Scherberg of wie dan ook, die nu voor eeuwig boete deed voor zijn wandaad in de gedaante van een bewaker van dit museum. Ooit had monsieur Cerbère hier ingebroken, maar toen werden de rollen omgedraaid en nu joeg hij op inbrekers. En was ik niet een inbreker geweest? Domme weddenschap, dacht ik nog, voor ik definitief het bewustzijn verloor. De horloge van de man in de witte jas slingert aan een zilveren ketting zachtjes heen en weer. Kijk naar mijn horloge, David, fluistert de man in de witte jas. We hebben je een en ander getoond. We hebben je vragen gesteld. We hebben voor je gespeeld. Maar straks, als ik met mijn vingers knip en je wordt wakker, straks, als ik driemaal met de vingers knip, wil ik dat je je niks meer herinnert van dit alles. Wil ik dat je je niks meer herinnert, David. Niks meer herinnert. Niks meer. Niks. Ik leg mijn hoofd tegen de schouder van de verpleegster met de gitzwarte haren en de donkere ogen en ik kijk naar de horloge van de man in de witte jas. Ze houdt op met slingeren, met heen en weer
slingeren. En de man knipt 3 maal met zijn vingers. 1, 2, 3. En de nachtmerrie of wat het ook was, vervaagt op slag tot een bleke vlek met wazige contouren op de landkaart van mijn geheugen. De man met de witte jas neemt me bij de ene elleboog en de verpleegster met de gitzwarte haren bij de andere. Zo leiden ze mij naar hun wagen die op het grasperkje voor het huis van de baljuw met draaiende motor op ons wacht. Ze doen mij op de achterbank neerzitten en spreiden een deken uit over mijn knieën. Ik krol mij op als een rolmops onder de deken. En alles is daar zo rustig. En ik zit daar zo goed in het donker, onder die deken als in een reiskoffer. En het is daar zo knusjes. Het is daar zo knusjes.